vandaag wordt de kap gelicht. Hij is aan renovatie toe. De voeghouten die, ja, die zijn oud, die zijn op. De hele kap die verzakt min of meer. Reden om ja, eens even aan een grondige renovatie te laten toekomen. Vandaag gaat de kap eraf. Je ziet hij hangt al in de takels. Hij wordt vanmiddag op de grond gezet. Waarna dus de hele kap verder gerenoveerd wordt. Het is een molen die staat hier vanaf 1977. Oorspronkelijk komt hij vanuit Duitsland. Is in 1977 door de toenmalige gemeente Nijenveen ons aangeboden. Ter ere van het 500-jarig bestaan van de gemeente. Ook toen is de molen al behoorlijk gerenoveerd. Alleen men is toen besloten om de kap nou, toch nog maar eens een oude staat te laten. Ja, we kunnen er eigenlijk nog trots op zijn dus dat hij toch na 45 jaar heeft volgehouden. De voeghouten zijn de belangrijkste onderdelen van de kap. De hele bovenconstructie en ook het drijvende gedeelte worden uiteindelijk allemaal gedragen door de voeghouten. Als die vanmiddag aan de grond staat zou je ze beter kunnen zien. Maar dat zijn balken van 40 bij 40 centimeter. En dan zo'n 3,5 meter lang. Ja, als die het begeven, dan zou in principe de hele kap naar beneden kunnen komen. Op dezezelfde voeghouten, daar hangen ook de wieken. Nou, de wieken kun je zien, die hebben we al gedemonteerd. Vanmorgen zijn de roeden eruit gehaald, die liggen hier nou achter mij. Hij moest namelijk eerst ontmanteld worden om op een juiste manier verder ja, gedemonteerd te kunnen worden. Bijzonder wat er vandaag hier in ons dorp Nijenveen gebeurt. De kap gaat van de molen en het geschenk wat de toenmalige gemeente Nijenveen aan de burgers heeft gegeven, gaat helemaal opgeknapt worden, gaat gerestaureerd worden, zodat hij weer vele jaren mee kan. En zo'n prominente plaats kan hebben als hij hier in dit dorp heeft. We zijn ontzettend blij dat de gemeente hier veel in investeert, gemeente Meppel hier veel in investeert. En we hebben natuurlijk een grote gift gekregen ook van de Nederlandse Molenstichting in Amsterdam, die ook mee financiert om dit allemaal mogelijk te maken. Want het zijn kapitale investeringen die we moeten doen om dit allemaal rond te krijgen. We zien het ook wel aan het materieel en alles wat er gebeurt en wat voor gewichten daar naar beneden gehaald worden. Maar alles bij elkaar, blij en trots dat dit hier zijn plek krijgt.